vorig jaar. Ja. En omdat er een akkefietje is met Marlijn, mag ik nu niks meer. Nee, het heeft niks te maken met dat ik anders werk. Nee, maar goed, het is nu gewoon helemaal zo stuk gelopen. Ja, 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 maar dat gaat dus niet over het feit dat ik dingen slecht doe. Nee, maar dat zegt ook helemaal niemand. Ja, maar dat wordt in wezen geïmpliceerd. Maar goed, laat me ophouden. Ik heb geen gedoe met jou, dat wil ik ook graag zo houden. Nee, want wij lossen het zo wel op met die katten. En dat komt goed. Wat ik nog wel even wilde weten, want daar zit ik wel over na te denken. Dan moet je maar even overleggen met de stichting, zeg maar. Dat ik mogelijk 2 of 3 kitten zelf wil houden, want daar ben ik zo erg druk mee bezig geweest. Okay. Ik weet van Judith bijvoorbeeld dat het ook nooit een probleem was. Die heeft alles tegen. Ja, en ja. Ik wil even weten hoe dat zit, zeg maar. Ja, dan moet je even mailen over welke het gaat. Ja, dat weet ik nog niet helemaal zeker. Nee, maar dan moet je me even aangeven. Ja. Dan gaat het in principe om 3 kittels die dan geplaatst worden. Ja, en die worden dan gewoon bij mij geplaatst. Ja,